Ik krijg regelmatig allerlei reacties op dingen die ik post online. En ik heb niet altijd de tijd om erop te reageren. Maar voor vandaag ga ik eens even rustig voor zitten. Oké, Instagram. Haha, geniale foto. Lees je altijd een boek bij tandenpoetsen? Wat je niet ziet, is de dreumes die aan mijn been hangt. Enter. Interessant gesprek. Goed dat het een beetje schuurde met Sinan. Wordt het niet eens tijd om vrouwen te spreken? Jazeker. Luister snel naar de volgende podcast. Wat heb je nodig als je in het politiek wil gaan, Jesse Klaver? Een bord voor je kop en een olifantenhuid. Dankbaar voor mensen zoals jij, Jesse, in de politiek. Oh, dat is lief. Als ik premier ben, gaan we tikketjes spelen op het Binnenhof. Het lijkt dus bijna een 8-pack. Ik ga harder trainen. Mijn favoriete klaverbean. Ik vind deze wel grappig. Ik vind deze ook grappig. Facebook. Jesse! Daphne! Heb jij ook op de toneelschool gezeten? Nee, maar jij hebt wel gevoel voor drama. Twitter. Ah, kijk, dat is mijn favoriet. Schandalig, je zit in de Tweede Kamer en je zit hier lekker op je telefoon. Niet alleen jij, maar heel de Kamer. Geen gezicht, doe je werk. Beste René, deze vraag ga ik echt heel serieus beantwoorden. Als ik op mijn telefoon kijk, en collega's trouwens ook, dan ben ik vaak aan het appen met collega's, omdat ik informatie nodig heb voor dat debat. Soms lees ik ook documenten die ik nodig heb om, waar informatie in staat voor het debat. Maar dit is eigenlijk van alle tijden, want vroeger, in die goede oude tijd, gebeurde dit ook. Alleen deed je dat vanaf papier en werd het door bodes naar je toegebracht en nu hebben we een schermpje. Maar ik durf te zeggen, en dat geldt ook voor mijn collega's, dat de 90% van de tijd die wij op die schermpjes kijken, dat echt is om ons werk goed te kunnen doen. YouTube. Onder de video van Slam FM de Mike. De kans dat Willy Wartaal minister-president wordt, is nog groter dan Klaver. Echt niet. Ik heb sterrenstof. Omdat ik Wilders heb aangesproken op racistische uitspraken, zeg jij Bart dat je vaak op ons gestemd hebt, maar er klaar mee bent en teleurgesteld. Als iemand vindt dat je Wilders niet moet aanspreken op zijn racistische uitspraken, dan klopt het. Ben je echt bij de verkeerde partij, moet je niet op mij stemmen. Ik zal altijd Wilders blijven aanpakken. Tot slot, activisten. Jesse, wat is iets dat niemand van jou weet? Dat ik heel goed ga op carnavalsmuziek en de snolle bolletjes. Stel, ik kan wel onverhoopt eens met Jesse in contact komen. Is het dan wel netjes om dan Jesse te zeggen? Nou Judith, heel graag. Want wat mij eigenlijk de laatste tijd opvalt, is sinds dat ik nu inmiddels 34 ben, steeds meer mensen meneer Klaver tegen me zeggen. En ik voel me echt zo'n ongelofelijke ouwe lul. Dus Jesse, please. Ha, ik vroeg me af wat GroenLinks van de nieuwe corona rondom corona vindt. Ik merk om me heen dat mensen lastig vinden om weer thuis te werken. Maart, ik ben echt helemaal klaar met corona en alle maatregelen die eromheen zitten. Maar het is wel nodig dat we het doen. Dus we doen het uit noodzaak en dat is wat ik ervan vind. Ik vind het allemaal kloten. Maar het is nodig om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet helemaal overspoelen. En dat we straks mensen die ziek zijn niet meer kunnen behandelen. Dat is wat we proberen te voorkomen met elkaar. Onwijs bedankt voor alle comments. Het is zo belangrijk om met elkaar in contact te blijven. Dat is het altijd, maar zeker in deze coronatijd, waarop het toch een fysieke afstand is en we elkaar niet kunnen tegenkomen in het echt. Daarom is het nog belangrijker dat jij actief wordt online. Want de verkiezingen van 2021, die kunnen we alleen winnen als we online de allergrootste, sterkste en zichtbaarste partij zijn van heel Nederland. Daar hebben we jou voor nodig. Geef je dus snel op als online campaigner. En ik zie je online. Enter.